Ik kan u met zekerheid garanderen dat er meer ongelukken per dag gebeuren met mensen met alcohol dan mensen die lachgas gebruiken. Als het aan het kabinet ligt, dan is de verkoop van grote hoeveelheden patronen en deze tanks met lachgas straks verboden voor recreatief gebruik. Maar niet iedereen is blij met het mogelijke wetsvoorstel. Ik denk niet dat het de problemen gaat oplossen, maar juist gaat verergeren. Ik denk dat er veel meer in de onderwereld lachgas verkocht gaat worden, nog meer handelaren. En dat je de problemen alleen maar erger gaat maken. De argumenten voor zo'n verbod is dat het voor de gezondheid van de jongeren slecht is en dat er veel verkeersongelukken daardoor ontstaan. Wat vind je van deze argumenten? Ja, er zit natuurlijk wat in. Daar ben ik het mee eens. Maar ja, dat kun je met alles zeggen. Kijk, er gebeuren ongelukken ook voor mensen die cocaïne gebruiken, die blowen, die dronken achter het stuur zitten. Ik kan u met zekerheid garanderen dat er meer ongelukken per dag gebeuren met mensen met alcohol dan mensen die lachgas gebruiken. Nico zegt dat de branche zelfregulatie heeft toegepast. Gebruik geen lachgas als je gaat rijden. Niet verkopen onder de 18. Is iemand al zwaar onder de invloed van lachgas, verkoop hem geen lachgas. Iedereen, elke handelaar, elke winkelier moet gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid nemen om de ellende zoveel mogelijk te beperken. Maar er zijn genoeg handelaren, welke geen KVK hebben of wat dan ook, en die boeit het allemaal niet. Die willen alleen wat verdienen natuurlijk. En die denken, het is goed zo. De Haagse CDA-fractie pleit al langer voor een lachgasverbod en is daarom niet onder de indruk van de zelfregulatie. Nou, als het werkelijk zo goed gereguleerd werd door de verkoper, hadden we die problemen niet gehad. Dus ik denk wel dat er hier vanuit overheidswegen een aanpak nodig is om dit gewoon structureel te gaan reguleren. Want je kan bepaalde dingen aan de markt overlaten, maar ik vind dat dit wel echt een zodanig probleem is voor de volksgezondheid dat het niet aan de markt overgelaten kan worden. Dit zijn dingen waar wij vanuit de overheid een verantwoordelijkheid voor hebben en die verantwoordelijkheid moeten we nu ook dragen. En wat ga je doen als verkoper als het verbod er toch komt? Ja, zo'n verbod voor ons persoonlijk betekent je mist een deel van je inkomsten natuurlijk waar je hard voor hebt gewerkt. Waar je elke dag je voor inzet. En dan zullen we eigenlijk aan het verbod moeten houden. En dan zullen we moeten gaan stoppen met de verkoop van lachgastanks. En wat ga je dan doen? Ja, dan moeten we nog even kijken wat we dan gaan doen. Het kabinet wil het verbod op 1 januari volgend jaar laten ingaan. Maar daarvoor is wel een meerderheid in de Tweede Kamer nodig.